Nou wel. Hij liet het net niet zien. Dat is stom. Dit is een beetje geïnspireerd door andere shit. En hoe zet deze gewoon aan? And at the end of days, the first sign shall appear in the heavens. Justice shall fall upon the world of men. The armies of light and shadow will clash across the fields of eternity. Should be getting you home. But there's still work to be done. If these translations are correct, the powers of hell could already be on the move. The world must be told of the coming darkness. You do believe me, don't you, Leah? It has begun. Leave it, Uncle. It's not important. Oké, intro, dus. Mijn intro na de intro. Ik ga proberen om dit te doen. Deze game. We gaan natuurlijk gewoon een nieuwe held maken. Dat sowieso. Necromancer. Ik wilde hem eigenlijk van het ding afhalen. Maar sure, we laten dan female pakken. Ik wil hem nog niet van alles halen, maar ik drukte het verkeerde van sure, female, why not? Kishlena, sure. En game settings. Difficulty houden we op normal, ik ben een watje. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Laten we gewoon starten. Laten we gewoon beginnen. Laten we dit gewoon doen. Diablo 4 is straks uit. Volgens mij is er hier ook gelijk een ding die ik heb. All that grows must also wither and die. What dies and rots will then nourish the living. This is the great cycle of being, and we, the priests of Rathma, use our dark art to protect it. Though most do not understand us, we go where we are needed. My master has learned that a star fell in the west, drawing the dead from their graves.
He commands me to journey to Tristram and return them to their rest. For if the cycle is not upheld, it would mean the end of all things. Ja, dus, wat ik zeg. I am near the fallen star. Oeh, hallo. And the dead have raised. Oh. Even kijken, options, change difficulty, kun je hier doen, options, gameplay. Wat is elective mode? Het zal allemaal wel goed zitten. Het zal allemaal wel goed zitten. Ha! Ha! Die is dood. Maar ik heb Diablo 4 heb ik een stream gezien. En dat inspireerde mij om dit te gaan spelen. En I have come to aid these lands. Where is the fallen star? It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. They keep coming. Oh, nog meer. Ha! Gewoon hartstikke dood zijn. Wat ik zeg, ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Maar ik wil gewoon ter voorbereiding. I've never seen anyone fight like that before. Guards, open the gates! We'll find Leah at the Slaughtered Calf Inn. Alright. Burn those corpses before they rise again. Hallo. The dead have been a bane on our existence since that cursed fire fell. We have to burn them, just to make sure they don't rise from the grave. To rise from the grave. Hello, I came here to study the fall of Old Tristram. This is old closer Tristram, to this new town's history than I want to be. Zakharum has fallen to this. Death may be upon us all soon, but I shall do what I can to ease your pain. That's nice. I worked my hands to the bone to bring you these fine goods. Maar ik heb een kost. Ik heb wel geld, maar ik kan niks kopen. Laten we voorlopig eens even focussen op wat gaat komen, zeg maar. Ik kan mijn banner veranderen. Oeh, laten we dat doen. In plaats van dat we gaan. Blue green vind ik dat weer. Dark yellow. Dat is een goeie. Wat is dit dan? Oh, dit is de binnenkant. Kunnen we ook iets van een hele donkere kleur doen? Zeg maar iets van de grijs of zo. Ah. Dat is niet mooi, dit is wel een donker grijs. Nee, gewoon. Zelfs alle vier mee. Dit heeft wel iets. Butterfly. Ik denk hè, als ik dit nou eens gewoon centered large doe. En dan dit gaat er larger onder. Dat ziet er wel beter uit eigenlijk eerlijk gezegd. Gemstones. Dit heeft wel iets. Als je zou kunnen zien.
maar... Waarom zie ik dat dan? Oh, ik zie het wel. Zo zie ik het wel. Je ziet het alleen bij bepaalde dingen niet. Ik vind het ook wel mooi dat ik hiermee bezig ben, terwijl eigenlijk het grote gedeelte van heel Diablo is om mensen, of tenminste zombiewezens, of Some heroes are fighting each other in an area near here. Wanna go? Oh, and you didn't hear about it from me. Okay. The dead rising from their graves. This must be the end of the world. Apparently. Your cart is in the way. How dare you speak to me like that? I'm the mayor of this town. Then why are you standing here, idle? Are you mad? This town is doomed. Anyone with a grain of sense should be trying to get out. Will you help me or not? No. No. You have no mail. Tristram used to be such a wonderful place to live. My family has been here since the town grew out of the ruins of old Tristram. But now, it's horrible. The loved ones we've buried and grieved over now threaten our lives. Oh boy. Oh, ik hoop dat degene met Are you Lia? Did you survive the fallen star? I did. But it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but Watch out! The wounded are turning! Oh! Nope, 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 nope. Killing business. Ah, niet alleen business, vrienden. Go! Hello. The dead will overwhelm us all, unless something is done. Yes, that is why I am here. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. Okay, thank you. Ja, dan doen we dat wel, hè. What is this? For many years, villagers were too afraid to settle near the ruins of the cursed town Tristram. But as time went by, adventurers arrived to loot the old cathedral. And their business was profitable enough that new Tristram sprang up to accommodate them. Fewer travelers visit now, though, and the town is mostly populated by craftsmen and farmers. Waar is de kapitein? Oh, daar is de kapitein. I will bring peace to the risen dead. I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. I have experience in these matters. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricades! Uh-oh. No! That's one of the wretched mothers. There are more of them in the ruins down the road. Dit is shit. Ah ja, dit was het. Hij doet automatisch unlocken, hè, nou skills in plaats van. Daar zit wel iets in natuurlijk. Maar hoe? Ik vind het dom dat ik gewoon niet weet hoe ik. Nee. Hoe val ik aan? Ik heb het idee dat ik iets heel doms vergeet. Skill, 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 skill. Ik kan alleen maar skills gebruiken, volgens mij. Ik voel me eigenlijk echt heel dom. Waarom heb ik dan een sight? Waarschijnlijk om andere. Ik heb wel wat gespeeld, ik heb niet heel veel gespeeld. Dat is het probleem, vooral zeg maar. Ik weet niet of ik dit nou wissel, hè. Nogal. Wat...
Ik moet het weer. Ik moet gewoon de inventory. Hallo. Ik ga naar de site. Ik bedoel. Technisch gezien. Weet je, we gaan gewoon lekker door. Ik probeer deze video's een half uur of ietsje langer te houden. Maar met name eigenlijk gewoon. Oh, hij leeft nog. Maar eigenlijk is het bedoeld om het zodoende wel kort te houden, zeg maar. Ik heb echt het idee dat ik gewoon dom ben. Oh, wacht eens even. Nou, dit is gewoon mijn attack, denk ik. Ik ben echt gewoon. Ik voel me lijp. Ik voel me echt lijp dat ik gewoon niet. Maar laat trouwens weten, want ik doe iets vanaf de PlayStation. Oh, hallo. Ga jij ook kruipen? Dat zien we wel. Ik denk ook wel dat dit van de doel is als. Mijn eigenlijke ding, zeg maar. Wee barrels. Nou, zal ik zeggen, ik heb al wat gespeeld, maar ik moet echt even er terug inkomen, zeg maar. Oh, hallo. Dit is. Ik heb gisteren heb ik ook begonnen met. Diablo 2 van de PlayStation 4. PlayStation 4, sorry, voor de mensen die het weten. Maar ja. Auw! Jongens, ik heb geen idee. Misschien duurt het wel een aflevering, misschien duurt het wel langer, misschien niet, misschien wel. Maar ik wil vooral gewoon. Ik dacht dat. Die heeft wel mana. Dat is ook wat mana. Ik moet dat ook gewoon eens goed nalezen in plaats van denken. We gaan niks doen. Maar, ja. Misschien moet ik er duidelijk over zijn wat ik moet doen. In plaats van, ik ga dit spelen. While exploring a cave with hopes of finding hidden treasure, I came upon a most grisly sight. A heap of dead bodies. Unbelievably, as I was searching them for any items of value, they began to rise. I must tell them of this in New Tristram before it's too late. Even kijken of dit werkt. Woehoehoehoe, yes. Ah, je lijkt ie. Maar, Diablo 4 komt dus uit. Ik heb het gezien op de stream van. Rendert heet hij. Ik zou iedereen aanraden om. Waarom? Dat is een hele goede. Is dat zichtbaar? Als het zichtbaar is, moet ik wel. Oh wel. Auw. Jezus,
niet aardig. Maar, dat zou ik sowieso aanraden. Echt. Dat is een goede streamer. Hij heeft Diablo gespeeld, vooral ook in de survival games. Hele leuke community ook om het te zijn. Dus ik zou zeggen, kijk aan. Een leuke community. Maar goed, bij hem heb ik dus Diablo 4 gezien. Toen dacht ik van, ik ga Diablo 2 spelen, want dat heb ik nog niet uitgespeeld. Toen ben ik al heel snel achtergekomen waarom ik het niet heb uitgespeeld. Omdat het gewoon echt een beetje een... het is niet echt heel erg gestructureerd, wat ik mag zeggen. En, oh, hallo. Dat is gewoon echt wel een beetje wat het probleem wat ik ermee heb. Hey, ik bedoel, het is echt wel een leuke game hoor, maar ik heb net zoals gisteren, heb ik daar ook weer een necromancer gedaan. En dan ben ik ben ik bijna een half uur bezig voordat ik het doel gevonden heb, omdat het niet aangegeven staat op de map. En dan is het mijn eigen schuld, dan laten we dat heel duidelijk zien. Maar, nee. Dat is voor mij echt wel een teken dat ik zeg van, nou, weet je wat? Nee. Ik ga spelen dat van alles ook gewoon kan doen. Dat wil jij natuurlijk gewoon. Ik heb geen enkele reden om niet te doen. Ik kan het gewoon natuurlijk op YouTube zetten. Ik bedoel, dit zal dan waarschijnlijk toch één keer in de week ook worden. Dus dat voorkomt gelijk dat ik burn-out krijg hiervan. Burn-out is niet het goede woord. Dat ik dit niet meer zo heel mega interessant vind. Want ik denk dat dat vooral het... problemen waarom ik iedere keer stop dan. Het is heel moeilijk was het dan, is het allemaal niet, zeker niet normaal. En misschien wordt het nog wel heel moeilijk. Dat weet ik niet. Maar checkpoint. Ik dacht kost. Instortende shit. Diablo once walked these lands. Ow! Short. Oh, hey, this is a queen. Wish I could queen it as well. Kill the wretched, use the wayport, Captain Rumford. Ik weet ook niet hoe ver ik nog. Maar ik heb nog officieel. Maar ik heb nog 6 minuutjes te gaan om de boel vol te maken. There's chaos everywhere. And word in town is that Lacdanin killed the king. If only this is true. Perhaps our days and nights of living in terror are behind us now.
I need essence. Okay, cool. Ik weet ook niet waar we zo wat tijd hebben gedaan, want we heel veel kosten. Is het gewoon nog niet? Oké. Alles afgemaakt. Waypoint. Hallo. Waypoint. Nee, het heeft me klopt. Nee, ik wil naar Nutrisum. Captain! Thank you for your help. But could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea of rescuing her uncle. Interesting. If he lives, his knowledge could prove useful. I understand so much more now. I promised Marco I'd protect him, but now he's dead. Ooh, extractive skill. Ooh. And pants. Where my pants came. Can we also... Dankjewel. Even kijken, want ik heb nou die aan. Dus... Daar heb ik niks nieuws voor gekregen. Daar heb ik ook niks nieuws voor gekregen. Kijk, ik ben dus benieuwd. Want ik weet dus niet of dit de... Ik had dat van de vorm, ik had dat ook kunnen uittesten, daar niet van. Maar ik ben heel benieuwd of dit ook mijn active skill beïnvloedt. Zeg maar, gaat dit ook meer schade doen dan, zeg maar. Nou, we kunnen het proberen natuurlijk. Al zal het waarschijnlijk voor de volgende keer zijn. I will help you find your uncle, Leah. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Nee. Fijn. Ik denk, hè. Hoe lang hebben we nog? 3 minuten. Dan is net geen half uur. Of net wel, want ik heb hem niet helemaal op het half uur aangezet. Dus het kan zijn dat het net wel een half uur is, maar dan nou net niet. Maakt niet uit, het idee is dat het gewoon een half uur maar is. Juist om te voorkomen dat ik bezig ben en dan straks op dat hele uur zit, zeg maar. Er is hier trouwens nog een persoon met wie ik niet getaald heb. Ah, dit is de... It doesn't seem likely that Deckard Cain could have survived down in the cathedral this long, does it? Strange things happen in these lands. You seem quite sure of yourself. You know something I don't. Maar goed, ik denk dat het verstandig is om hier te stoppen voor nu. En dan de volgende keer door te gaan. Hopelijk. Als ik het niet vergeet. Ik moet dat echt wel onthouden dat ik dat moet doen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.